net moedig worden. Hoe heet jouw kleintje? Savi. Een jongetje? Ja, een jongetje. Hoe anders is het leven van een moeder? Ja, je leven verandert ontzettend en je hebt natuurlijk grote verantwoordelijkheid. Je kan niet meer doen wat je wil op elk moment. Dus ja, maar het is hartstikke leuk. Ik geniet er ontzettend van. Maar gaan we jou nog terugzien op het hockeyveld? Nou, sowieso niet voor Oranje en met Laren denk ik ook niet meer. Maar ik ga nog vast wel ergens een balletje slaan, maar ik weet nog niet precies hoe of wat. Heel eventjes naar jouw carrière, want ja, wij weten natuurlijk allemaal wat je hebt gewonnen. Maar wat was voor jou het allerbelangrijkste moment? Ja, de gouden medaille in Peking, dat is gewoon echt geweldig geweest. En Olympische Spelen is zo'n fantastisch evenement, dat ja, geweldig is. En de WK in Madrid die we gewonnen hebben, toen was ik zelf met een knieblessure lang aan de kant geweest. En toen hebben we gewonnen en dat ik daar ook weer een bijdrage aan kon hebben. Na zo'n zware blessure, dat is ook fantastisch geweest. Dus die twee dingen staan wel erg hoog bij mij op het lijstje van mooie herinneringen.